Ja, welkom dames en heren bij een nieuw Max Eurojournaal ronde 3. En dit keer mijn vaste analyticus Hans Plasman. Goedemiddag Hans. Goedemiddag Vincent, goedemiddag beste kijkers vanuit het Enschede hier. Het is hier wat somber, dus ik zou zeggen pak er een kop warme thee of iets anders bij. Ja, ik ga er even goed voor zitten. Tijdens deze uitzending zullen we een paar hopelijk hartverwarmende partijfragmenten kunnen laten zien. Ja, en we beginnen bij Max Euwe 4. Die staat al op het scherm. En dat is de partij Frank Hordijk tegen onze Daniel Rappers met de zwarte stukken. En hij vertelde mij dat hij na de zet B4... Daar was hij wel zeer tevreden over de zwarte stelling, want hij had nu een duidelijk plan. Want hij gaat spelen tegen de slechte loper op D2 eigenlijk. Dat was zijn idee. Ja, dat is wat de A4 is even duidelijk. Dat is, je gaat niet slaan. Want dan komt natuurlijk die loperactiviteit. Wat Daniel van plan is, is die loper op D2 slecht maken. Mm-hmm. En ja, B4 was in eerste instantie leek een slechte zet. Maar wit had later in de partij op één cruciaal moment nog de mogelijkheid zijn loper te activeren. Laten even zien. Dit is het kritieke moment. Okay. Hier doet wit een hele logische zet. Je mag het ook laten zien, Hans. Hè? Ja. Dus wit speelde hier. Kijk, zwart is van plan loper B5 te spelen. Om die, zwart heeft... Ik zal even de pijl trekken. De pion D5 en A4 die staan op de kleur van de loper. Maar als je die loper buiten de pionketen brengt, dan is die actief. Nou, wit speelde hier toren C5 om dat te verhinderen. Maar zwart antwoordde B6. Die toren moest terug. En vervolgens kwam Daniel met zijn plan. En hier staat zwart al gewoon beter. Mm-hmm. Maar wit had hier, heel verrassend, paard E5 kunnen spelen. In eerste instantie denk je, ja, maar wacht even, die sla je er toch af. En nu blijft het toch helemaal... Ja, die witte loper staat vreselijk en als die dame wijkt en zwartsloper staat veel actiever. Mm-hmm. Ongelijke lopers, dus dat is meestal gunstig voor de aanvallende partij. Maar wit heeft een tussenzetje met E6. En ik moet zeggen, die had ik in eerste instantie ook niet vooruit gezien. Maar dat blijkt... En hier blijkt wit ineens een vrij actieve stelling. Belangrijk is dat zwart niet met het thematische E5 kan reageren, omdat wit dan gewoon de dames ruilt en met toren C7 binnenkomt. Dus. En op het moment dat je dat niet kunt doen, maar gewoon zeg maar die toren speelt. Ja goed, nu staat de witte loper ook actief. Kijk, en dat zwart hier een extra pionnetje op E7 heeft, dat doet er niet zoveel toe. Hè. Met ongelijke lopers dan is het veel belangrijker om initiatief en aanval tegen de koning. Ja, hier staat het ongeveer gelijk. Ja, nu dus moet zwart ook wel een beetje oppassen op de zwarte velden zelfs. Hè? Dus, ja, nou, dat valt nog wel mee hoor. Zwart kan dat nog wel verdedigen. Wit heeft ook niet zo heel veel mogelijkheid om zijn torens bij de aanval te trekken. Zwart heeft iets meer controle over. Zwart heeft redelijke controle over zowel de C-lijn als de halfhoven F-lijn. Dus in dat opzicht is het hier gewoon een evenwichtige stelling. Maar wit speelde dus hier toren C5 hè, met het idee ik verhinder loper B5. Maar dit is langzaam zwart kan hier handig gebruik van maken. En dat deed Daniel ook. Zullen we verder gaan met de partijvervolg? Ja, ik denk dat we kunnen wel een sprongetje nemen. Oh, ja. Ja. Dat was wel een hele enthousiaste sprong. Ja, ja. ja, we zitten hier al... Maar goed, je ziet dat Daniel hier zijn plan goed heeft uitgevoerd. Hè? Die witte loper op C3, die dekt zijn eigen pionnen en doet verder helemaal niks. Mm-hmm. Kan niet eens zijn pion op E3 dekken. Ja, zo is het. Terwijl de zwarte lopers, die kijken gewoon... Ja, die zijn veel en veel actiever.
En ook het witte paard op D2 heeft weinig toekomst. Hij kan niet naar voren. Kan nog wel naar achteren. Ja, dat doet hij nu ook, hè? Want hij moet. Ja, dat is hier ook wel gedwongen. Hij moet E3 blijven dekken. Ja. Daniel gaat de druk verhogen, natuurlijk. Ja. Op H6. Ja, dit speelt heel fijn aan. Ja, zwart of wit houden nog net bij elkaar. Maar... Ja. En dit is wel een grappig moment, of een leerzaam moment. Ja. Wit wil dames ruilen. Gaat hij nog dame C2 spelen of dame D2 spelen? En waarschijnlijk had hij D2 moeten doen. Waarna natuurlijk zwart nog steeds heel goed staat. Ja. Nou ja, kijk, zwart, naar dame D2 gaat zwart geen dames ruilen. Dan nee, gaat hij nee. Daar waarschijnlijk dame F5 spelen. En wit wilde echt graag dames ruilen. Vandaar dat wit de zet deed. Zodat die dame niet naar F5 terug kan. Althans niet zonder dame ruil. Ja, want nu kun je nog dame F5 spelen. Hè? Ja. Ja. Dus wat dacht wit? Ik doe gewoon dame naar C2. Ja, is heel logisch. Ja. Alleen tactisch niet zo handig. Dat is een ander verhaal. Ja, want nu gaat het in een keer hard mis. Ja, nu... Ik kan slaan. Nu zie je het verschil en... Ja. Computer had nog een leuke tussenzet, maar goed, dat maakt op zich niet heel veel uit. De pionnetje kijk, mee en hier is gestoeld. Het gewoon... Hier is het gebeurd. Hè? Die zwarte stukken stonden veel actiever. Wit moest verdedigen en ja... Zwart op het juiste moment... ondermijnt de witte verdediging van E3 en haalt gewoon lekker de pion op. Het is niet alleen een pion, hè. Nee. Maar... Ik zit te kijken. Ja, de tweede pion kun je ook niet meer voorkomen dat die Nee, wint, hè? Die toren die zit in een penning. Ja. Dus... Toren E2 werkt natuurlijk ook niet, omdat dan gewoon toren mals E3 die loper op E3 weer gedekt staat. Ja. Dus Ja, dat even kijken. Is ook geen optie. Nee, wat wordt er gespeeld? Even kijken. Dit wordt er gespeeld. En, nou ja, volgens mij opgegeven op de volgende ja, set. Ja, dat is, is een mooi positioneel motief. Mm-hmm, zeker, ja. Ja. Goed gespeeld. Ja, dat was Max Euwe 4. En zij wonnen met 5,5, 2,5 tegen Apeldoorn. Apeldoorn 4. Netjes. Ja. En dan gaan we naar Max Euwe 3. En daar kunnen we kort over zijn. Want die wedstrijd is niet gespeeld. Dus ja, ik kwam niet in actie. Dus, Nee. Ja, helaas. Daar was wel rekening mee gehouden dat Max Euwe 3 in actie komt. Want voor Max Euwe 2, omdat er in de week voor de wedstrijd... In verband met het aantal coronabesmettingen, de regels wat aangescherpt waren. En er toch wat graag wat ruimte tussen de diverse borden wilde creëren. Was besloten dat het tweede team niet in de Terpoes zou spelen, maar op een andere locatie. Tweede moest tegen Lonneke spelen. En het clublokaal van Lonneke was op korte termijn ook niet zo snel te regelen. Dus. Maar dankzij enig organisatorisch talent wist men het Denksportcentrum in Hengelo ter 11e uur regelen. Dus mijn dik compliment voor de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Achteraf bleek het dus niet nodig te zijn, omdat het derde niet speelde. Dus we hadden net zo goed... Maar goed, dat weet je van tevoren niet, hè? Nee, dat wisten we van tevoren niet. Maar het was ook wel een keer leuk om weer in dat Denksportcentrum... te zijn. Dat is even voor de goede orde. Misschien weten de kijkers het niet, maar jij speelt in het tweede mee, Hansen. Ja. Ja. Oké. Okay, ja. Kijk, dat, zullen we naar een fragmentje gaan eigenlijk? Naar, ja, even korte voorbeschouwing. Lanneker was de trotse koploper. Die hadden de eerste twee ronden gewonnen. Max Euwe 2 was de eerste ronde vrij. Dus wij lagen al meteen twee matchpunten achter. En dit was wel een hele belangrijke wedstrijd om niet verder achterop te geraken. De eerste partij die we laten zien, dat was de partij van Jasper de Jong. Die moest tegen Arno van Akkeren, wel bekend. En Arno die vloog er meteen enthousiast in.
Even kijken, ja. Vincent, heb jij Ja, zeg maar. een moment waar jij de partij wil beginnen? Ik zie al. Ja, ik wil even naar deze stelling. Misschien moet ik één zetje terug doen. Naar deze stelling. Ik denk dat hier de openingsopzet van zwart toch wel geslaagd genoemd kan worden. Nee, dat een... Ja, nou eigenlijk is Zwits laatste zet niet. Oh, Oh, je gaat naar het hier is einde. iets ontzettend Spoiler misgegaan. alert, spoiler alert. Hier is even kijken. Nou, Ah, oké. Okay. hier speelde wit toren E3. Dat is op zich vrij thematisch, omdat die toren op E3, als het paard naar E5 gaat, nog een keer via G3 Rooklift. misschien iets kan betekenen. Maar die toren op D5 is dusdanig actief dat waarschijnlijk wit beter toren E5 had kunnen spelen. Oké, nou. Toren E3 laat namelijk zien dat zwart gewoon de witte dame een beetje gaat pesten. Ja, het zou toch niet mijn eerste zet zijn, maar ja, volgens mij is het wel oké. Oké, zet van zwart. Ja, op zich is Ja. dit wel handig. Kijk, het zwakke punt is F7, omdat wit in veel varianten met paard E5 vervolgt. En eigenlijk wil zwart liever geen loper E6, maar die loper naar F5 spelen. Om ook allerlei narigheid met dame C2, dame D3 en later trucs via H7 eruit te halen. Dus op zich is hier wel iets voor te zeggen. Dame C4, de zwarte speler wil graag druk op F7 houden. Piet Ja, biedt ook wel een. willend de pion op B2 aan, maar Je moet toch nooit de pion op zwart B2 is. slaan, ook al is het goed. Nou, daarom, dat is als de dame slaat, hè? Maar in dit Oh ja, geval toch. Ja. moet zwart gewoon even iets aan zijn ontwikkeling doen. En ik ben best wel tevreden over loper F5. Dat vind ik een goede, nuttige zet. Want A neemt die loper. Dat diagonaal B1 H7 is gewoon heel belangrijk in dit soort stellingen. Ja, ik had ook nog wat even stiekem gekeken naar als je slaat op B2, maar dan wordt de witte heel actief. Als het is een... Ja, ik moet zeggen, ik heb het zelf niet zo overwogen. Je moet toch eens hier wat witte stukken staan actiever, daar moet je iets tegen doen. Ja, precies. Dus onderste rij blijft gevaarlijk als je loper nog op C8 hebt staan. Dus nee, dit is goed. Dit is uitstekend gespeeld door zwart. Niet te hebberig doen. Die pionnen van wit die komen later en dan nog wel een keer aan de beurt. Want ja, het is hier heel thematisch, hè? Wit heeft een geïsoleerde pion op D4. Dat is sterk als je actief spel hebt en eventuele break zetten. Dus zwart is er helemaal niet zo op gebaat om zo snel mogelijk witte pionnen te slaan. Want er komen eigenlijk alleen maar open aanvalslijnen beschikbaar. Zwart wil eerst eens even de witte activiteit hinderen. En daarna gaat hij pas achter de witte pionnen aan. Even kijken, wat gebeurde er verder, Hans? Wit verdubbeld. En Logisch. die is. Ja, de computer vindt deze eng. Om dat. Even wil de computerbal heel graag hier A4 spelen. Oh, met wit. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Arno dacht waarschijnlijk dat hij dat een zet later nog kon doen. Die dacht: ik doe eerst B4. En met als dreiging A4 misschien. Oké. Okay. Waarschijnlijk, Ja. maar dit is toch wel wat langzaam. Bovendien verzwakt ook weer een aantal lijnen. Of de volgende zet het beste was, weet ik niet. Maar het levert in ieder geval een hele interessante stelling op. Loper E6, je moet durven. En de witspeler gaat erop in. Eerste instantie dacht ik van dit kan toch helemaal niet, maar het is gewoon de sterkste zet. Het is gewoon goed. Alleen moet je nu wel op de juiste manier verder gaan. Wit speelde hier G4.
Ook heel gedurfd. Idee, ja. G5, G6, maar dat is gewoon te langzaam. Wit had hier een heel leuk alternatief, middels paard E5. Maar dat is toch ook een beetje tegen wat je intuïtie in, want je moet je die lichte stukken... Ja, je zou zeggen, ik wil helemaal geen stukken ruilen, maar precies. Het idee is, die loper op E5... Dat is wel een monster nu, hè? Die is eigenlijk in deze stelling wel een torenwaarde. Zo, en dat zou je zeggen van, huh, is dat zo? Nou, kijk maar. Want dit dame E7 is een heel handig setje, want toren E8 werkt al niet wegens lopermaal G7 schaak. Oh ja, 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 leuke truc. Zal dat ik het even uitvoeren? Dus, maar... Oh, ja, sorry. Nee. Nou ja, dat weet ik wel. Okay. Ja. Maar hier maakt Wit gewoon handig gebruik van dat die zwarte koning op H8 staat. Want hier komt weer zo'n typische mooie computerzet. Die pion die wil gewoon naar H5, H6. Let op dat die loper op E5 ook die toren op B5 buiten het spel houdt. Nou, zwart moet daar natuurlijk iets tegen doen. Hoera, die koning is, de G-pion is niet meer gepunt. Dus die kan niet vooruit. Maar ja, kijk eens naar de activiteit. Hier speelt Wit gewoon heel rustig A3, volgens de computer. En volgens de computer geeft dit als een volstrekt gelijke stelling aan. Ja, zwart staat de kwaliteit voor, maar het is... Ja, die toren op B5 is een beetje jammer, hè? Dus, Ja, nou, het is... Kijk ook gewoon even naar die koningsstelling van zwart. Zwart kan zich moeilijk ontwikkelen. Kijk, die toren op B5 is het probleem niet. Die kan wel naar D5. Plannen met A5 zou op zich ook nog kunnen, maar het probleem is, je kunt niet, je kunt met die zwarte stukken, die dame op F8 en die toren op F7, die zijn hard nodig om die koningsstelling te verdedigen. Dus ja, je hebt hier een soort dynamisch evenwicht. Heel grappig. Interessant, ja. Ja. Laten we even teruggaan naar de partij. Wit speelde G4. Misschien dat Wit zelfs van plan was gewoon dat hij de dynamische evenwicht niet goed genoeg vond en van plan was voor meer. Om gewoon met een bottenbuil voor de winst te gaan. Zo zijn onze vrienden uit Lonneke wel. Ja. Maar Jasper die verdedigt handig. Hij laat het gewoon toe, die Jasper. Ja. Nou ja, op zich ziet dit er heel eng uit. Er zit alleen één tegentruc in. En daar maakt Jasper handig gebruik van. Ja, want niet. Hier komt zwart. Voor de kijker, wat speelt zwart hier? Ja, ja. Lopermaal F2. Ja, 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 ja. En dit eigenlijk weerlegt het hele witte plan. Want niet alleen is die aanvalsloper op F4, hè, die in die vorige variant zo handig naar E5 gaat van de baan. Het paard op F3, in plaats van dat die gevaarlijk kan worden voor je E5 of G5, die staat nu ineens gepent en is ineens een zorgkindje geworden. Zeker omdat de witte koning ook open en bloot staat. Hey, je moet al rekening houden met dame D4 schaak, dame D2 schaak, een andere ongein, dame H4 schaak. Dat is allemaal heel fijn, zeker als je bedenktijd op de klok steeds minder wordt. Dus Wit heeft natuurlijk nog een truc. Hè? Dat haalt in ieder geval dame H4 schaak eruit en dreigt een kleinigheid. Maar zwart kan die gewoon verdedigen. Ja, ja. En nu ontbeert Wit eigenlijk de stukken om de zwarte koning te belagen. Dus ja, materieel heeft zwart groot voordeel. En Jasper, die houdt het gewoon eenvoudig. Die gaat gewoon lekker op de F-lijn. En waarom zou je moeilijk doen? Hij wikkelt gewoon af naar een pionnen-eindspel. En zwart staat een aantal pionnetjes voor. Dus een hele nuttige overwinning. Ja. En, leuke partij. Ja. Zullen we naar de volgende partij gaan? Ik ben heel benieuwd, Hans. Ja, ik ben. Ik moet de kijkers meteen teleurstellen. Die partij is een stuk saai. Dat heeft een reden. Het was namelijk mijn eigen partij.
En om een of andere reden, want ik kende die jongens van Lonneke, die wilden er altijd met een bottebel in. Dus Ton Ellenbroek, die ingevallen was, die had mij al van tevoren al voor de wedstrijd ingefluisterd. Ja, je kunt het beste tegen die jongens heel positioneel spelen. Dus ik dacht van, nou, wie ben ik om Ton tegen te spreken? Dit speelt hier A5. Idee is, kijk, want als zwart wil graag B5 al dan niet voorbereiden of B6 spelen om het voor te bereiden. Maar door A5 eerst te doen, kan wit op B5 en passant slaan, waarna de pion op A6 zwak wordt. Als we naar de opening kijken, zien we hier een klassieke Benoni. Het verschil met de moderne Benoni is dat wit nog geen C2, C4 heeft gespeeld. En dat is een groot verschil. Daardoor zet hij loper op E2, die normaal in de Benoni tegen zijn eigen pion op C4 aankijkt. Ja, die heeft hier wat meer opties. De zwart speler heeft waarschijnlijk wat openingsvariantjes door elkaar gehaald, want die speelde het idee loper C8, loper G4, loper maal F3, wat tegen de moderne Benoni vaak goed is, omdat die witveldige loper zwak is, maar die is hier in deze variant zeker niet zwak, omdat die loper op E2 veel actiever is dan in de moderne Benoni met C4. Interessant, ja. Dus dit is best lastig voor zwart. Achteraf had zwart waarschijnlijk best alsnog gewoon een pion kunnen offeren door B5 te spelen en dan maar gewoon die pion op A6 te geven, om in ieder geval nog druk te doen. Maar ja, zwart speelt het wat behoedzaam en dat pakt er slecht uit. Laten we eens kijken hoe de partij verder ging. Paard E8. Hè, op zich is dat een bekend motief. Hè. Paard gaat naar C7. Kijkt daarna mee naar de velden E6, D5. En dekt tegelijkertijd ook veld die pion op A6. Die we zoals we eerder zagen al zwak is. Maar het is wat langzaam. Nou, in de witte stelling staat eigenlijk de witte dame op F3 verkeerd. Eigenlijk wil wit heel graag een opstelling met een loper op E3 en een dame op D2 doen. De computer wil hier graag loper G5 spelen. Daar is iets voor te zeggen, omdat dan naar loper G5 eventueel die dame naar E3 kan. Dan heb je alsnog een actieve opstelling. Maar ik zag naar loper G5, H6, zag ik niet zo 1, 2, 3. Dus ik dacht, ik doe eerst even een tussenzet. Dame G3 en probeer mijn tegenstander tot loper E5 te verleiden. Want op eerste gezicht denk je loper E5 ziet er goed uit. Want naar F4 heb je loper D4 schaak. Wit een tempo. Hè. Je wilt hier met wit natuurlijk niet die loper zo 1, 2, 3 met loper E3 ruilen. En kan zwart nu niet gewoon die boel blokken? Oh, Met het F5. idee van op het moment dat die pion op F4 geblokkeerd staat. Dan kan die witte loper op C1, die heeft dan weinig toekomst. Ik heb nu velden voor de zwarte paarden. Alleen tactisch faalt dit volkomen. En wel wegens, hier komt ineens die witte loper, die vaak in de moderne Benoni niet zo goed is, maar hier wel ineens heel actief is. En hier zit het volgende probleem. Doordat de pion van wit niet op C4, maar op C2 staat, kan wit in een later moment ook altijd nog een keer C2, C3 spelen. En die fraaie zwarte loper op D4 naar een triest veld terugjagen. Komt nog bij dat ook nog wit motieven heeft met paard G5 om op veld E6 maar geit te doen. Ja. Kijk, speelt zwart paard G7 onder het motto van ik ga E6 dekken. Ja, kom je met C3 erachteraan. Waar gaat die zwarte loper op D4 dan naartoe? Ja, ik heb wel eens gehoord dat eigenlijk heeft zwart een licht stuk te veel in de Benoni. Die wil eigenlijk zo liefst wat stukken ruilen. In de moderne Benoni, ja. Ja. En in de klassieke Benoni is het eigenlijk wel zwart. Vaak die loper op F8, die gaat dan meestal via E7 naar G5, wordt die geruild tegen de witte loper op
C1, omdat die zwarte loper op D4, die zwarte-zwartveldige loper, is vaak niet zo goed. Zwart speelde het, ging hier heel verstandig niet op in. Maar ik moet zeggen, het plan dat zwart plaats daarvan koos, heeft ook zo zijn nadelen. Zwart speelde namelijk dame C7 en dat is toch wel wat langzaam. Wit gaat clearen. Loper G5. Ik maak nu handig gebruik van dat H6 niet kan, omdat er gewoon loper maal E7 kan. Computer wil graag weer dat paard van E8 weer terug naar F6 spelen. Maar ja, dat paard had je daarvoor van F6 naar E8 gespeeld. Dus je wilt dat. Dan geef je eigenlijk al toe dat je plan niet gewerkt heeft. Dat doet niet. In plaats daarvan liet zwart zich tot F6 verleiden. Om in ieder geval nog een tempo te winnen aan die loper terug te jagen. Maar dat blijkt toch wel grote positionele nadelen te hebben. Die loper gaat niet terug naar E3, wat je misschien of zou verwachten, of F4, maar naar D2. Daar zit een bedoeling achter. Want naar paard E5 komt paard A4. Wit maakt handig gebruik van dat die loper op D2 pion A5 trekt. Oh ja. En wit wil op B6 binnendringen. Ja, zwart maakt zich zorgen om veld E6. Speelt daarom loper E8 om in ieder geval nog dat paard op E8 via G7 te ontwikkelen. Maar dit is veel en veel te langzaam. Het is wel een beetje Wit puzzelen gaat voor daar. zwart, hè? Om dat alles een beetje Ja, dicht te houden. het grote probleem in de Benoni is op een gegeven moment als je geen doorbraak weet te forceren, dan is het chronisch ruimtegebrek. En dat blijkt hier ook in het vervolg. Zwart heeft de opening suboptimaal gespeeld en wit maakt hier handig gebruik van. Zwarts enige goede stuk hier is eigenlijk het paard op E5, dus daar gaat wit meteen iets aan doen. Nou, voor de hand liggend is paard D7. Hè, onder het motto van dan kan dat witte paard niet zo snel op B6. Maar ja, dat vervolgt wit gewoon met loper G4. Dreigt al lopenmaal D7, gevolgd door paard Oei. B6 met kwaliteitswinst. Ja. En als je deze speelt. Ja, dit is echt afschuwelijk. Oei. Dus dit is geen optie. Dus dan maar uit nood paard F7. Maar ja, wit speelt die. Valt die toren op A8 aan. Nou, de voor de hand liggende zet is toren D8. Maar daar zit ook, heeft één groot nadeel. Want als je die speelt, komt loper G4. Die loper wil naar G6. Nou, dan denk je, nou, ik speel die. Maar kijk nu even. Nu komt ineens dat paard op D5. Oh Valt die jeetje. dame op C7 aan. Die Die kan dame E7 moet niet. weg. Computer wil al de dame offeren met toren C8. Dat geeft al aan hoe hopeloos het is. Computer geeft hier plus 9,9 Zo, allemachtig. aan. Ja. Ja, en naar dame B8 loopt het zelfs nog verder op. Het is echt afschuwelijk. Ja, alles wat er stukken staan verkeerd. Dit kan doen en laten wat hij wil. Dus dit is geen optie. Dus ja, wat moet zwart hier spelen? Zwart heeft geen goede zetten meer. Nou, zwart had geen zin om lijdzaam ten onder te gaan. Wat zwart doet is op zich wel logisch. We hebben net gezien dat witte paard op B6 en later in die variant kwam die via D5 beslissend binnen. Die is dodelijk, zeker in samenwerking met die witte loper op E2 die via G4 E6 binnenkomt. Dus zwarte stukken staan passief, die torens doen helemaal niks. De zwart denkt. Niet ten onrechte, van eigenlijk is dat witte paard beter dan mijn toren. Laat wit maar gewoon lekker die toren pakken. En de computer engine die twijfelt tussen wel of niet die kwaliteit pakken. Ik zelf dacht gewoon, ja, ach, ik hou het simpel. Kwaliteit is een kwaliteit.
Ja. Want ook in het vervolg blijkt eigenlijk nog wel, ja, kijk even naar die zwarte stukken, een paard op F7, een paard op G7 en een loper op H8. Vooral die loper is erg zielig. Wit heeft hier al meerdere goede plannen. Ik zelf dacht, ik hou het simpel. Ik speel loper C3. Hè, dat brengt motieven als E4, E5 in de stelling met breekzetten om de loper te ontwikkelen. Tegelijkertijd houdt het pion A5 gedekt, waardoor de witte toren op A1 die kan eventueel of naar de E-lijn of zelfs via A3, B3 naar B6. Is ook een heel mooi veld om dan. Zeg maar die met E4, E5 vervolgens die pion, zwarte pion op D6 weg te lokken. Waarna ineens die toren zeg maar zowel naar voren als opzij kijkt. Vergelijk even die zwarte toren op A8 die heel braaf pion A6 dekt. Ja, Ja, nou ja, nee. zwart gaat iets aan die toren doen. Logisch, die wilde in ieder geval naar de F-lijn, want op de koningsvleugel gaat wel iets gebeuren. Nou, en hier maakt wit handig gebruik. Dame H4, ik was hier erg tevreden over. Computer vond eigenlijk nog een andere variant beter. Maar ik zelf had zoiets van een halflopen AH-lijn om. Ik heb een toren. Ja, dat lijkt me een Je logische kan zelfs keuze. in varianten met toren F3, toren H3 spelen. Of de witte toren op A1, die kan via wat omwegen ook naar H3 gespeeld worden. Toren F3 gevolgd door toren AF1 om alle opties open te houden. Zowel via de F-lijn als de H-lijn is een optie. In sommige varianten kan wit zelfs G2, G3 spelen. Koning G2 om dan de torens via de H-lijn te winnen. En wat kan zwart daartegen doen? Helemaal niets. Zwart ging hier, had al weinig tijd, ging hier in de denktijd. En op een gegeven moment zag ik de seconde wegtikken op zijn klok. En vlak voordat hij door de vlag ging, feliciteerde mijn tegenstander me hier. Enige manier voor zwart om nog iets wat op activiteit lijkt te ontwikkelen, is alsnog die breekzet B5. Laten we eens even kijken wat daar gebeurt. Nou, daar zal de zwart speler ongetwijfeld lang naar gekeken hebben voordat hij de strijd staakte. Het lijkt nog wel op eerste zicht leuk, maar wit slaat het dwars doorheen. Het vervolg is wel grappig. Ik laat hem even die variant zien, omdat die zo leuk is. Het wit dreigt nu al via de H-lijn iets te doen, maar ook via slaan. De witte E-pion tegen een zwarte pion ruilen op toren E7 is ook al gruwelijk. Dus daar moet zwart iets tegen doen. Nou, verhindert in ieder geval het binnendringen van de witte toren op E7 na een ruil op F6. Maar dit heeft weer een ander bezwaar. Je ondermijnt de structuur. Deze is wel heel gemeen, want loper F6 kan niet de dame op H4 slaan wegens torenmal F8 mat. Nou, en als je daar iets doet, dan beslist Ja, G5 mooi de gespeeld. partij. Let op dat loper D4 schaak ook niet werkt, wegens loper mal D4 schaak gevolgd door dame H6 en mat. Dus, ja, het is zwart kan gewoon helemaal niks doen. Ja, dat was een. Dat was een Ja, nuttige partij. Daarvoor ja. hadden Thomas en Henk al hun partijen gewonnen. We zagen net dat Jasper de Jong ook zijn partij wist. We kwamen met liefst 4-0 voor. Lonneke scoorde vervolgens nog twee boden knap tegen. 4-2. Toeschouwers dachten al enthousiast dat het nog even spannend ging worden. Maar gelukkig wisten wij de overige twee partijen te winnen. Dus het werd een mooie 6-2 overwinning voor het tweede. Oké, ja. Mooi, ja. Het tweede is ook wel redelijk sterk, hè? Die vorige Ja, keer. wij hopen eindelijk te promoveren. Daar waren wij 2 seizoenen geleden al heel goed mee bezig. We hadden een ruime voorsprong en toen werd de competitie gestaakt. Dus dat was erg tragisch. Dus wij zijn nu in de herkansing. Ja. Zullen we verder gaan met de partijen van het eerste? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar, ja. En bewust ga ik naar de partij van Sjoerd. En als we even naar de pionstructuur kijken, dan, hey, doet dit eigenlijk niet een beetje wat aan de vorige partij denken, Ja, Vincent? zeker. Want ik zie een pion op C5, D6, een pion op
E4 en D5. En ja, in die vorige partij zagen we dat die pion op A4 naar A5 ging. Dat kan hier niet. Het verschil is, zwart heeft zijn stukken toch wel iets actiever gesteld. En heel belangrijk, zwart heeft zijn loper op C8 gehouden. Toch staat wit hier erg goed. Het is... Sjoerd heeft wit, is hier aan zet. Dit is een moderne Benoni waar de zwart E7, E6 gespeeld heeft, op D5 geslagen, wit sloeg met C mal D5 terug. Ja, die zit pion maar weg, je ziet door dat, ja, maar je ziet door, hè, waar in de vorige partij die pion op E7 stond en alles wat de activiteit hinderde, zie je dat zwart zich hier een stuk actiever heeft opgesteld. De truc voor wit is dan die zwarte activiteit in. En Sjoerds vervolgzet is zeer sterk. F4. Alleen hiermee Sjoerds zijn beste kans. Zijn toren F3 wat gespeeld is, is op zich niet slecht. Maar hij had hier een pion kunnen offeren met E5. En het leuke is, als je die slaat, vervolgens met F5... Oeh, wow. Nu denk je, wacht even, ik speel toch gewoon G5. Hoe moet wit nou die zwarte koning aanvallen? Antwoord, dat hoeft niet meteen. Want je speelt het heel positioneel. Paard DE4 en kijk nu eens even naar de stukkenactiviteit. Dat is ook een mooie pion geworden, hè? Die, Nou, het mooie van die pion is dat hij een veld naar voren kan, waardoor veld D5 vrijkomt voor bijvoorbeeld het paard. Of als die loper naar C4 gaat, dat het diagonaal A2 F7 op. Zwart zou het met een paard op D6 moeten blokkeren, maar hoe krijg je hier een paard naar D6? Dat lukt je niet snel. Verder is pion C5 kwetsbaar. Dat paard op H7 überdekt pion G5, dat is ook nodig, want wit heeft ook met loper H5, H4 allerlei breaks zetten. Zeker als bijvoorbeeld die dame op C2 naar D2 of C1 gaat, dan kun je heel snel aanvallen op pion G5, H6. En in de vorige partij hebben we gezien, F7, F6 is wel de laatste set die je met zwart wil spelen, want dan komen je stukken er nooit meer uit. Het verzwakt ook meteen gewoon alle witte velden, wat hier dodelijk is, omdat wit dan dodelijk met loper aan 5 verder komt. Dus dit was groot positioneel voordeel geweest voor wit. Toren F3 is op zich ook nog niet zo'n slechte zet, maar daarna gaat het toch net even iets mis. En wel paard C4 ziet er logisch uit, maar is hier gewoon wegens een tactische truc verkeerd. En zwart maakt handig gebruik, slaat. En misschien was loper D3 hier voorzichtig geweest, maar de zet die Sjoerd deed heeft ook nog wel iets. Oh, maar... Want ja, loper F5, die dame heeft geen velden. Maar goed, paard mal D6. Dit is best nog wel een ingewikkelde stelling. Kijk, Sjoerd heeft nu de dame geofferd. En wat heeft hij daarvoor terug? Een toren en een stuk. En de grote vraag is echter, die vrijpion. Het cruciale is, kun je die pion op D5, kun je die activeren? Als je die naar voren kunt en je stukken. En dat was later in de partij, uiteindelijk zou zwart winnen, omdat zwart speelde het allemaal toch net even iets handiger. Maar er was later nog een kans. Want stel dat hier was nog de tussenzet D6 mogelijk geweest. Dan zul je zeggen, ja, maar waarom rolt hij niet gewoon? Ja, maar hier heeft wit toch wel eigenlijk nog wel voldoende compensatie. Die D-pion is gevaarlijk. Die loper op C4 die staat actief. Zijn torens staan actief. Wit kan gemakkelijk zijn torens verdubbelen. Hans, ja, dit was nog wel speelbaar geweest. Er is een regel of een gezegde dat twee pionnen op de zesde rij is een toren waard. Maar is er ook iets te zeggen over een vrij pion op de zesde rij? Dit lijkt me toch ook wel een aardig wat punten waard, als het ware.
Nee, daar ken ik niet zo'n regel. Waarschijnlijk omdat er op erg veel uitzonderingen zijn. Kijk, twee pionnen op de zesde rij, die kun je niet zo snel met een stuk blokkeren, omdat een stuk meer waard is dan een pion. En een paard kan ze al gewoon, of een loper kan al twee pionnen niet tegenhouden. Maar ja, hier kan zwart, ik noem het iets, paard F8, paard D7 zou normaal een logische blokkade zijn. Alleen kan het hier niet, omdat het paard op E4 dan vrolijk naar F6 gaat, op het moment dat het paard H7 vertrekt. Dus hier is het eigenlijk gewoon doordat die vrijpion moet ondersteund worden door de eigen stukken. Hè, een vrijpion, Nimzowitsch zei dat is een uitbreker die gestopt moet worden. Ja, zo snel mogelijk, geloof ik, hè? Ja, Ja. en het probleem is, wat kan die hier niet goed stoppen? Dus ja, dit was een kans. Helaas, de partij liep anders, want Sjoerd koos voor het logische. Dit, maar in het vervolg bleek zwart toch beter te staan. En zwart wist het te winnen. Een zeer interessante partij die jammer genoeg niet optimaal afliep. Jij wilde heel graag een paar slotfragment van Achim's partij laten zien. Ja, want ik kreeg laat op de avond kreeg ik nog even een berichtje van dat Achim deze stelling toch nog wel winstkansen had. En Achim is Nou, niet. het was een verbluffende partij. Ik probeer even naar. Ja. Ben ik in beeld? Zal Ben ik ik in beeld? dan vragen. Oh. Ja, of beter gezegd, is de partij van Achim in beeld? Ja, als goed is wel. Ja. Zwart is hier aan zet. Aanvankelijk leek het Achim niet zo heel goed te staan, maar hij is een tegenstander. Hij wist de tegenstander steeds passiever te krijgen. En hier is iets misgegaan voor wit. Ja, Achim deed hier het logische H4. Maar ja, dat zou uiteindelijk verzanden in remise. Maar het is te winnen voor zwart. Ja. Was En wel wegens. Met A5 heeft het een probleem. Want hoe moet wit verder? Voor de hand liggend is paard F4. Maar als je meteen paard F4 speelt, dan speelt zwart handig H4. En kijk, nu kan wit niet op H4 de pion ruilen, omdat paard F4 hangt. Ja, dan krijg je En als je die gedekte pion door laat vrijpion, lopen hè? Ja. naar H3, dan ja, gedekte vrijpion, dan. Vreselijk. De koning kan niet eens. De koning is dan gebonden aan veld F1. Waar dan gewoon die zwarte koning gewoon via D4, C3, A2 lekker de witte pionnen ophaalt. Dus meteen uit. Denk ik ook, Dus ja. dat is geen optie. Nou, paard C3 dan maar, zou je zeggen. In ieder geval schaak. En deze. Ik zou zeggen, laten we deze doen. Kan ook, ja. Het is allebei mogelijk natuurlijk. Maar het is. Maar Ja. ja, hoe nu verder? Dit houdt het ook niet droog, want ja, dit verlies je gewoon. Computer wil die doen, omdat hij nog. Oh ja, zelfs die. Ja. Ik zat al naar paard D4 te denken, maar dit is waarschijnlijk nog veel beter. En ja, dit is wat de vrijpion beslist. Dus ja, paard C3 is ook geen optie. Koning G2, nou, dat is al helemaal mis. Want dit is eigenlijk de mooiste variant. Ja, ik zag het ja. Allebei twee En nu vrijpionnen. een wedstrijdje tussen de pionnen. Er is alleen één groot verschil. En wel dat zwart kan gewoon de pion laten. Let op dat nu al paard H4 schaak dreigt. Dus ik heb geen idee waarom de computer F2, F3 wil spelen. Gewoon omdat de rest waarschijnlijk ook verliest. Maar laten we dan maar even deze doen. Maar ja, dan
Ja, hier zie je het verschil. Ja, dat Wat zei klopt. je ook alweer over twee pionnen op de zesde rij, Vincent? Oh ja, we hadden gezegd, die houden, een paard kan ze niet tegenhouden, hè? Nee. Ja, dit is wel fijn Dus voor ja. zwart, hè? Ja, nee, dit is hopeloos uit. Dus ja, dit had gewoon, helaas, werd meteen H4 gespeeld. En ja, hier heeft wit nog een ontsnappingsroute. Ook wel goed gespeeld van En wit. Ja. ja, met remise. Ja, gemiste kans, jammer. Ja, zeker. We gaan even naar een lichtpuntje. Wahé, die had wit. Een partij vol interessante verwikkelingen. Na wat schermutselingen, Wahé heeft wit. Is dit de stelling? En Uit de pion meer. ja, het is een pionnetje meer, dat is natuurlijk leuk, maar het gaat hier ook om initiatief. En op zich heeft zwart natuurlijk wel druk op die pion op E3, maar tegelijkertijd is die zwarte koning op G8 niet heel erg jovel. En met een paar krachtzetjes toont wit dit handig aan, want wit speelt H5. Prima zet, slaat. Toren C2 valt de dame aan. En die dame op D1 kijkt ineens ook al lekkerbekkend naar die pion op H5. Dit is wel even belangrijk. Dame B5 met het idee van ik val die toren op D3 aan zodat dame al H5 niet kan, werkt niet wegens loper C6. Oh ja, dubbele aanval. Ja. Ja. Dus ja, en dit is natuurlijk ook niet. Ja, logisch hè, om G6 eruit te halen. Maar ja, nu komt die loper op D5 binnen. Kijk even naar het verschil in activiteit tussen de lopers. Tja. Let op dat toren G6 niet kan wegens dame maal G6 schaak. Want de Oei. pion op F7 staat gepend. Pijnlijk. Dit is pijnlijk, dus ja, dan geef ik maar die toren op. Maar wit deed een veel betere zet. Tja. G6, heel thematisch. Tja, Beste kijkers, wat volgt er na toren maal G6? Vincent? ja. Ja, kun je dan staan op F7? Ja, loop hem al F7 schaak. Wanneer je de dame wint. Dat is een aftrekaanval dan, hè? Ja. Dus ja, hier heeft Zwart geen verdediging meer. Dus Zwart gaf op. Mooie overwinning. Knap gespeeld. Ja, op het laatst ging het hard, hè? Ja, Ja. ja. Ja, dus je ziet, het was niet zozeer de pluspion als wel het verschil in activiteit dat de doorslag geeft. Ja, je ziet bij Wahé zijn rating is 1900, maar die jongen die schaakt natuurlijk wel Ja, die omhoog is gezet. vooruit gegaan. Er zijn natuurlijk bepaalde toernooien en competities hebben natuurlijk het afgelopen jaar niet plaatsgevonden. Dus hij is flink underrated. Maar hij maakt zijn uitverkiezing voor de eerste, maakt hij goed waar. Ja. Compliment. Laatste partij die we gaan behandelen, is de partij van Henk-Jan Visser met wit tegen Frank Kroeze. Witspeler is aan zet. Speelt hier F4, een zeer goede zet. Nodigt zwart uit om toren E3 te spelen. En zwart gaat daarop in. En de grote vraag is: kan wit hier lopenmaal G6 spelen? Met het idee van lopenmaal G6, dame al G6, dame D5, schaak. Moet ook bijgezegd worden dat de witspeler hier al in tijdnood is. En dit is vreselijk complex, want zwart speelt hier diep. En het voor de hand liggende dame maal A8 verliest meteen. Wegens dame maal C2, dame Tegenaanval. C2. Loper H3 en de witte stelling stort compleet ineen. Maar wit had nog een tussenzet. Wel uiteraard door de computer gevonden, F5. Met het idee, lopen maar F5. Die. En nu kan wit de boel nog net overeind houden,
met paard D4, lovenmal G3, dame G2, toren D6. En ja, hier staat wit een stuk tegen de pion voor, maar zwart heeft heel veel initiatief en de computer gaf wit een heel klein plusje. Maar ik kan me voorstellen in gierende tijdnood... Ja, ik wou het zeggen. ...dat je absoluut niet op dit soort verwikkelingen wil inlaten. Dat is praktisch gezien is dat zelfmoord. Mm-hmm. Dus ja, wit dacht het kalmer te doen met paard D4. Hè, het thematische van een vrij pion blokkeer je met het paard. Het probleem alleen is... het zwarte stukkenspel. Zwart staat hier veel actiever en... dat blijkt ook wel uit het vervolg. Het voordeel van zo'n geïsoleerde pion is dat naast die pion dat je een open lijn hebt. In dit geval, ja, wit kan over de C-lijn weinig doen, maar zwart over de E-lijn des te meer. Dame D2 ziet er logisch uit, maar is eigenlijk al meteen de verliezende zet. Wegens een tactische gemeenheid. En beste kijkers, hoe maakt zwart handig gebruik? Zwart aanzet, wint. Mm-hmm. Nou, zou zwart meteen toren E1 schaak spelen, dan kan wit nog loper F1 spelen, maar zwart heeft een veel betere toren maal D3. En nu verliest wit groot materiaal omdat naar dame maal E3 toren E1 schaak moet hij de dame geven. Uitschakelen, verdedigen. Ja. Dame tegen een loper zelfs. Ja, nou, ja. Genoeg om op te geven, denk ik. Ja, dus dat was meteen na toren maal D3 gaf het ook meteen op. Oké. Okay. Kijk, wat was de eindstand eigenlijk van dat eerste? Helaas verloor het eerste. Ja, je kunt de uitslagen, kun je die... die heb ik nog mogelijk, die de... kijken te laten zien. Nee, die heb ik niet meer klaarstaan helaas. Oké, okay. Nou dan moet ik nog even over her en der wat partijen. Rob Bertelet die speelde een fantastische partij. Had een mooi eindspelvoordeeltje en wist dat heel leerzaam te winnen. Eigenlijk is dat iets zo'n partij waar je eigenlijk al een hele uitzending aan kan wijden. Misschien nog een keer... iets voor een special, maar nee, ja, erg knap. Bodus, goed bezig. Max Eversenaal, ja. Ja. Dinant zal niet tevreden geweest zijn over zijn partij, want ging in de opening sloeg hij op de verkeerde manier terug, waarna hij hopeloos passief kwam te staan en zijn tegenstander gaf hem geen kans. Maarten Vinken had een hele interessante partij, vol tactische verwikkelingen, maar ja, de tegenstander bleek nog een reddende truc te hebben die meteen beslissend voordeel gaf. Of het allemaal van tevoren gepland is, is zeer de vraag. Maar ja, pech. En uiteindelijk werd er dan ook een 6-4 nederlaag. Zeer spijtig. Tegenstander die is volgens mij zelfs mede koplopers. Isa Eenhoorn, die zijn erg goed uit de startblokken gekomen. Als ik me niet vergis, dan is het niet ook zijn zo ze dat... zelfs mede koploper. Is het ook niet zo dat KJC 1 horen de eerste keer is dat ze hier naar Enschede komen? Want, vaak gaan we die kant op. Ze beweren dat ze ooit een keer eerder een uitwedstrijd hebben gespeeld. Ik kan het niet herinneren, maar ja, ik ben ook nog maar 48 jaar oud. Dus, maar ik kan mezelf zowel uit mijn tijd als lid van Euwe als uit de tijd van Hardenberg alleen maar uitwedstrijden herinneren. Oké. Okay. Dus ja, maar ja, Paul Keres en Kees Eno staan allebei gedeeld aan kop met maar liefst met de eerste drie wedstrijden gewoon. Ons eerste daartegen, die zal hard moeten werken om aan de punten te komen. Ja. Dat moet dan maar in de volgende ronde gaan gebeuren. Ons spelen is meteen een hele belangrijke wedstrijd tegen de Groningen Combinatie 2. Ik heb begrepen dat mensen uit Groningen zich daarin zwaar favoriet achten. Dus
aan ons eerste de schone taak om het tegendeel aan te tonen. Ja, zo is het, ja. Ja, verder heb ik ook weinig bijzonderheden. Ja, misschien nog even de overige teams dat we even snel vermelden. Het tweede team, die hadden de eerste ronde vrij, daarna twee keer gewonnen. Die zijn nu gedeeld koploper met een wedstrijd minder gespeeld. Dus dat is gunstig. Het derde team, ja, ik weet niet wat bij jullie precies in die klasse gebeurt met wedstrijden die al dan niet gespeeld Wacht het worden. gewoon even Misschien af. dat jij daar nog je licht over kunt laten schijnen. Nee, nou goed, dat heeft één team definitief teruggetrokken. En ik weet niet wat er met Hardenberg. Volgens mij hoorde ik geluid dat ze die wedstrijd later een keer wilden spelen. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, dat weet ik niet. Ja, nou ja, het wordt wij wachten af. Ja, het vierde team, die waren even kijken, want die hadden de eerste ronde hadden ze gelijk gespeeld. Tweede ronde hadden ze gewonnen. Dus Ja, die volgens speelden. mij staan die ook gedeeld nu Ja, aan kop. die speelden. Die zijn later begonnen. Die zijn bij ronde 2 begonnen met de competitie. Ja, ja, Ja. ja. Ja, dus daar. En de Ja, eerste die wedstrijd hebben we. stonden ze 5-3 achter. Maar die wedstrijd was een wedstrijd. Die was een conflict ergens met de telefoon, geloof Ja, ik. er was een telefoon afgegaan. En om een of andere reden meende de waarnemend wedstrijdleider dat daar niets over in het reglement stond. Nou, hij bleek achteraf. Bleek dat toch wel iets. Blijkt het nog altijd niet toegestaan te zijn om je telefoon en aan te hebben. En hem, als die dan ook nog gaat rinkelen, dan is dat wel duidelijk. Ja, altijd Dat, spijtig als zoiets gebeurt trouwens, maar goed. ja, het is nooit de manier waarop je wilt dat het gebeurt. Maar. Goed, ja, regels zijn regels. Stel dat die regel er niet was, dan zouden we waarschijnlijk elke wedstrijd door minstens 4, 5 telefoontjes gestoord worden. Dus hoe hard die regel ook is, ergens is het ook wel begrijpelijk. Ja, dat is het wat mij betreft. En ook, Bedankt voor het kijken. ja, ook wat mij betreft. En ik wens de kijkers weer. Ja, hopelijk hebben ze weer een hele onderhoudende uurtje gehad. Een klein uurtje bezig geweest met veel wijzer geworden over de Benoni met name. En hartelijk dank, Hans. En hopelijk tot een volgende keer. Tot ziens. Tot ziens.